Hoi, ik ben Heidi. Ik ben al 6 jaar bij Stichting de Kunsterij. Ik heb heel lang hier rondgekeken wat ik eigenlijk zou willen met mijn leven en met mijn werk. Ik ben hier voornamelijk voor de sociale ondersteuning van mensen die het een beetje moeilijk hebben, die even willen praten. En we hebben ondertussen al een aantal jaren de praterij. Er zijn mensen die bij elkaar komen om elkaar te helpen en te ondersteunen als er problemen zijn of thuis. En daar ben ik ontzettend trots op. Mensen ondersteunen elkaar goed, staan voor elkaar klaar. En zijn heel eerlijk en open als er problemen zijn. We hebben ook een site op Facebook, daar kan je lekker een verhaaltje kwijt. En het is gewoon een super team. Bij Marlo Molthuis zit al ruim 8,5 jaar bij de Kunsterij, waarvan 8 jaar al in het bestuur. Nou, dankzij de Kunsterij ben ik 180 graden gedraaid, van heel passief naar heel actief. Dat vind ik dus geweldig, dankzij alle mensen. Hier vanaf de eerste dag kwam je eigenlijk in een warm pad terecht. Ik ben het meest trots erop dat ze mensen kunnen laten herstellen wat andere mensen niet lukt. Ik doe hier een geheugentraining. Een geheugentraining wil zeggen dat ik eigenlijk mensen confronteer om na te denken. Het meeste trots ben ik erop dat ik eigenlijk steeds mensen heb die mee willen doen. Die steeds interesse hebben, betrokkenheid en ook een taak hebben om te zorgen dat de stichting als één geheel vloeiend loopt. En dat is eigenlijk heel leuk om te zien, want we zijn nu met 90 mensen die eigenlijk hun betrokkenheid en hun inzet geven. Daar ben ik het meest trots op. Toen wij begonnen, toen op de dag dat wij inderdaad de stichting openden, is mijn oma overleden. En die was eigenlijk van mijn moeders kant degene die de familie bij elkaar hield, elke week zorgde voor eten en dat we bij elkaar kwamen. En toen was dat, die dag was het dus eigenlijk van, nou ja, oké, oma is dood, maar de familie is eigenlijk toen toch altijd nog bij elkaar gebleven. En een heel groot gedeelte van de familie die werkt ook in de stichting bij ons. Ja, iedereen heeft zijn eigen taak, zijn eigen talenten. Ja, de familie is in die 10 jaar echt ontzettend gegroeid. Want het is gewoon familie, de Kunsterij. En 10 jaar is wel echt iets om trots op te zijn.